IMF-lening volgens moederbondsvoorzitter noodzakelijk. Nog geen oplossing voor zwerversprobleem. En bauxietindustrie Jamaica rooskleurig. De laatste dag van de zevende maand 2016, zondag 31 juli. Van harte goedenavond, dit is het SCVS-journaal. Een lening nemen om te overleven is niet goed. Maar als je geen kant meer uit kunt, moet je het wel doen. Deze reactie geeft moederbondsvoorzitter Errol Snijders over de leningsovereenkomst die de regering heeft gesloten met het Internationale Monetaire Fonds. Een van de voorwaarden van het IMF is dat ze er bovenop zit om controle uit te oefenen. Is het een kwestie van het land verkopen of uit handen geven? Snijders geeft hierover zijn mening als burger van het land. Het is niet waar. Er is een controle. Wanneer ik naar de bank loop hier en ik ga een hypotheek, ik krijg een hypotheek, zegt de bank, ik geef je niet alle geld. En de bank komt op gezette tijden controleren hoe ver is het werk. Want voordat je de volgende tranche krijgt, kijkt de bank, heb je voldaan aan de eisen die ik gesteld heb. Dus, en dat heeft IMF gezegd aan Suriname. Dus ik denk dat wanneer men verkeerd omgaat met de middelen, dat het IMF wel de zaak gaat stoppen en geen tranches gaat overmaken. Dus het is de regering geboden om datgene te doen dat gevraagd is. Enkele assembleeleden hebben in het parlement voorgesteld om uit de eerste tranche van de IMF-lening de gezondheidssector te ondersteunen. Minister van Financiën Gilmore Hoefdraad had reeds nadrukkelijk aangegeven dat dit deel van de lening bestemd is voor de dekking en versterking van de Surinaamse dollar. De bewindsman zei ook dat het IMF samen met de Surinaamse regering het traject wil bewandelen om uit deze financiële situatie te komen. De moederbondsvoorzitter zegt dat behalve het IMF Suriname ook ondersteuning van de Caribbean Development Bank kan verwachten. De Caribbean Development Bank gaat dus de EBS, dat is zogezegd geloof ik $50 miljoen, lening geven, zodat ze nieuwe machines kunnen kopen. En ze zullen een verruiming van de lening krijgen. Dat zijn dingen die ik heb vernomen. Nou, en dan zeg ik, die dingen vind ik goed. Want wanneer de leningen komen en de machines vernieuwd worden van de EBS, heeft dat een voordeel voor ons, omdat doordat die machines verouderd zijn, 40 jaar oud zijn, u rijdt geen auto of bromfiets, hè? Nee. Maar wanneer die motor oud is geworden, dat betekent het dat je veel olie gaat verspillen, te veel olie gaat gebruiken. Die kosten op dat stuk zijn dan heel erg hoog voor de EBS. Dus als die machines komen, en de juiste machines, dan zal het zijn voordeel hebben op termijn voor de verbruiker van elektriciteit. Errol Snijders is de mening toegedaan dat mensen op straat brengen, schelden geen oplossing of vooruitgang zal brengen voor het land. Het zwerversprobleem in Suriname is en blijft een zorgpunt in de samenleving. In stad en district liggen of lopen zwervers. In Saramacca bijvoorbeeld is er een dakloze man die dag en nacht in de buurt van de Saramacca-brug op een bank zit. Hij trotseert zowel regen als zon. Af en toe is hij even verdwenen, maar dan is hij er plotseling weer, zittend of slapend op de bank. We vroegen ons af of de burger last ondervindt van deze groep. Voor het antwoord op de vraag trokken we de binnenstad in. Maar in het verleden, nou zou ik zeggen vorig jaar wel. Ja, op een gegeven moment kom je hier wandelen en dan komen ze met een heleboel smoesjes van ik heb honger en dit en dat is jammer. Want als je zo om je heen kijkt op verschillende van die stoepen en banken, dat moet niet kunnen. Want dat is ook niet prettig voor de toeristen namelijk.
Het is geen gezicht voor het land om het zo te... Het is overal het geval. In welk land heb ik geen zwervers? Maar dit moet aangepakt worden. Er moet een instantie zijn die daarmee belast is om hier aan te werken. In het verleden heb ik gemerkt dat er mensen langskwamen en de jongens dus verwijderen. Maar waarschijnlijk hebben ze de middelen niet meer om dat te kunnen doen, om ze ergens op te vangen en te begeleiden natuurlijk. Om nou te zeggen echt last, dat eigenlijk niet. Misschien wel, maar ook in mijn boemoei verder. Maar van zijn de voedoe, dat men je hebt den wel. Ik heb een boem, voor dat het is donatie dat men zaarden. Daar vroeg met ik bij ons aan gieden, of liever lekkers gieden. Niet echt. Ik ben eigenlijk nooit echt lastig gevallen door een zwerver. Nog niet. Ik heb er nog geen één gezien. Dus wij hebben zeker geen last, nee. Ik heb geen last van ze, maar ze zijn lastig hier zo. Ze vechten. Je hebt eentje hier zo. Hij pakt soms stenen, gooit op mensen. Dan gaan ze als iemand opstaat, je laat je drinken. Komen ze het halen. Dan ze, hoe heet die plaats weer, daar zat hij. Laat ze allemaal oppikken en daar gaan zetten. Helemaal geen last van zwervers. Ik kom ook niet zo vaak hier. We komen van de kerk. En na de kerk komen we toch een beetje relaxen hier. Weet, de oudjes die gaan niet zo makkelijk de straat op. We zijn meer huiselijk in verband met de criminaliteit tegenwoordig. Dus ik zie ze wel slapen overal, maar last heb ik eigenlijk niet echt van ze. Omdat ze echt een opvangshuis maken, zodat ze deze zwervers kunnen opvangen. Want ze zijn onder verschillende omstandigheden zwerver geworden. Niet allemaal zijn drugsgebruikers. Sommige van ze zijn gewoon zwervers. Ze hebben gewoon niks, niets, niemand, nergens om naartoe te gaan. Dus ze zwerven gewoon op straat. Zoals u uit de reacties hebt kunnen vernemen, is de hoop dat dit probleem wordt aangepakt, zodat het tot het verleden kan behoren. De EBG'ers hebben vandaag de augustusmaand ingeluid. Vanaf morgen starten de officiële activiteiten met het luiden van de kerkklok en het hijsen van de vlag van de Evangelische Broedergemeente Suriname in alle EBG-gemeenten. Uit het dagwoord van vrijdag 12 februari 2016 uit het Bijbelboek Hosea is het thema van de augustusmaand voor dit jaar geformuleerd, namelijk Ik ben een kind van de levende God. Er zullen gedurende de maand heel wat activiteiten gehouden worden, waaronder themaavonden, conferenties en evangelisatiediensten. Orniel Schet, voorzittercommissie augustusmaand, gaat hier dieper op in. Dit jaar is de tekst gehaald uit het Oude Testament, Hosea hoofdstuk 1 vers 10. Ik ben een kind van de levende God. Elk jaar is er een andere tekst die gehanteerd wordt. Dus dit is de tekst voor het jaar. En het is dus de tekst is een als thema ook aangehaald voor dit jaar. De augustusmaand is een feestmaand binnen de EBG wereldwijd. En Suriname, die meer dan 60 gemeentes telt, natuurlijk vieren wij ook in de maand augustus feest. De gehele maand augustus feest. En we hebben in dit kader, in plaats van bijvoorbeeld 4 bidstonden die we regulier hebben in de augustusmaand op de woensdag, hebben we er 2. Dus de eerste lezing is op 3 augustus in de Noorderstadskerk. En dat heeft als subthema The Next Generation. En dat zal door broeder Karel Breveld, parlementslid van toen, zal dat gepresenteerd worden. De prediking van vandaag lag in handen van Hesti Samuel. Hij had het over het thema Ik ben een kind van de levende God, wat met zich meebrengt dat EBG'ers zich verplichten de kenmerken van de levende God in hun leefwijze uit te dragen. De broeders en zusters krijgen deze maand een augustuslint opgespeld. Broeder Samuel gaf aan dat zolang er met dit lint op de borst gespeld rondgelopen wordt met de tekst Ik ben een kind van de levende God, de verplichting is om er alles aan te doen dat de mensen de weerspiegeling van liefde, barmhartigheid en trouw kunnen zien in een EBG'er. De maand zal worden afgesloten met de gemeentedag in Salem Coroni.
De relatie tussen Suriname en Indonesië mag best versterkt worden. Beide landen hebben een band van ouder dan 100 jaar, maar er wordt relatief weinig samen gedaan. Hier komt echter verandering in. Er zijn afspraken gemaakt om de samenwerking te intensiveren. Vandaag heeft de Indonesische ambassade een bazaar gehouden. Die werd geopend door de Indonesische ambassadeur en de First Lady van Suriname. We have set up our event by showcasing our product and culinaries. In giving more information about Indonesia, we are also exhibiting some iconic picture so as to make you get a better understanding of Indonesia's current development. For the past 3 years, I have personally experienced the rewarding results of undertaking joint efforts for fundraising and for serving the most marginalized and disadvantaged groups in our societies through donations of various natures. Yes, 3 times. Thank you so much for your cooperation upon our request, madam. You may the Indonesische ambassade vervult een functie van oudsher, omdat wij ooit, 126 jaar geleden, binnenkort, uit Indonesië gehaald zijn om te werken onder het plantagesysteem in ons land. En daarmee begon na de afschaffing van slavernij de basis te ontstaan voor die diversiteit in ons land. U kent het hele verhaal, maar deze bazaar is georganiseerd door de ambassade, met name van de vrouwenafdeling in Paramaribo, en die probeert op deze dag fondsen te verwerven waarmee de vrouwengroep projecten, ik dacht hier met name, en in Indonesië steunt. En door te komen leveren we een bijdrage aan fondsvorming, want dat is belangrijk. De ambassade heeft de gelegenheid om nogmaals tot uitdrukking te brengen de historische verbondenheid enerzijds en anderzijds de mogelijkheden die Indonesië eigenlijk al jaren biedt op elk gebied. Het maken van tanks, het maken van auto's, schepen, wegen. Dus eigenlijk in Suriname is dat niet algemeen bekend wat de mogelijkheden zijn in Indonesië. En ik ga daar naartoe bijna regelmatig, elk jaar op zijn minst, om te kijken hoe de ontwikkeling gaat. En het is belangrijk ook dat wij uit de diaspora ook kennis nemen met de ontwikkelingen daar. Maar vooral de ontwikkeling in Suriname is belangrijk voor mij. Wat kan Suriname nog beter doen op het gebied van samenwerken met Indonesië? Ik denk dat Suriname meer dan ooit nadere, concrete invulling moet geven in de relatie tussen Suriname en Indonesië. Met betrekking tot de culturele banden. Maar het zou goed zijn als de regering ook de economische mogelijkheden met het land verkent. U bent ook aanwezig en ik zie dat u iets drinkt. Wat drinkt u zelf? Dit is Dawet. Dat kennen we allemaal als Surinamers, maar dit is een tikkeltje anders. Maar het is Dawet. Wat is het bijzondere van siroop, deze dag? Siroop, stroop met kokosmelk en macena, trindal noemen ze dat. Lijkt op rijst, maar het is macena. Het is lekker. Dit is een Indonesische ambassade. De Javaanse cultuur is een deel van de Indonesische cultuur. Wij kennen de Javaanse cultuur, deel van Indonesië. En we zitten bij de Indonesische ambassade. En zijn bazaar met Indonesische zaken. Dus meer dan het Javaanse. Kleding, gerechten ook. Wat wij als Javaanse gerechten kennen. Is er meer hier, meer Indonesisch. Dit is meer dan het Javaanse. Dit is Indonesisch. Ook de kleding, muziek, het eten. Ja, we zeggen voor het gemak is Javaans, maar het is Indonesisch. En natuurlijk, het Javaans zit erin. Ik heb de vorige week donderdag de Indonesische ambassadeur bij mij op werk bezoek om te praten over het cultuurparagraaf. We hebben geëvalueerd hoe zaken zijn gegaan de afgelopen 3 jaar, het samenwerking op het cultuurgebied.
En overal zijn we tevreden. Maar we hebben zaken bekeken. Ik heb dan maar weer overwegingen gegeven om toch wel zaken intensiever, dieper en breder aan te pakken. En daar is hij volledig mee eens. En een van de zaken die ik hem meegegeven heb is dat ons Surinaams volk meer te weten zou moeten komen over het Indonesische natie met 300 etniciteiten. En op cultuurgebied is een aspect waarbij uitwisseling van materiaal, van artiesten, van cultuur, maar ook van filmmateriaal, documentaires en zo, heb ik geadviseerd om documentaires beschikbaar te stellen aan de Surinaamse media, om die onder tentoon te stellen via de publieke televisie. Dat is een manier. Dit is ook een manier om Indonesië bij het Surinaams volk meer bekendheid te geven. Dus inderdaad, er zou meer moeten gebeuren, maar het is des Indonesië. Ambassade zelf, het is hun beleid. Maar natuurlijk willen wij ook dat Surinamers meer te weten komen over bevriende landen, waaronder Indonesië. Dus meer publiciteit en daar hebben we ook ideeën mee gegeven aan de Indonesische ambassadeur. Het is best wel druk geworden. Het wordt drukker. Dit is net is de opening en ik ken deze activiteit van Dharma Wanita. Dat is de vrouwenvereniging van de Indonesische ambassade. We hebben een breed netwerk. De opbrengst zijn bedoeld voor een sociaal doel in Suriname. En het is bekend dat het een heel druk bezochte activiteit is. Dus dat wordt drukker en best wel gezellig, zou ik zeggen. We horen gamelan op de achtergrond. En dat is pure gamelan muziek die wij ook in Suriname kennen. Maar het is ook Indonesisch. We zijn overland tussen Javaanse cultuur en Indonesische cultuur. Maar Indonesische cultuur is veel meer. En deze activiteit geeft een glimpse of wat meer is aan Indonesische cultuur. Ik ben hier ook elk jaar, sinds ik weet, Charity Bazaar. En, want ik moet ook een item draaien, dus ik ben hier altijd. Deze moment passen dan. Deze is wel groter. Die is groter, no? Groter dan deze. Hou vast. Deze is groter dan deze. Ik hoorde u vragen of ze een grote maat hebben. Ja. Voor u bent u op zoek naar. Oh man, natuurlijk. Voor wie anders? Wat zeg u als u zo een ronde heeft gemaakt en kijkt naar wat Indonesië en Suriname wil tonen? Nou, prachtig als je ziet hoeveel variëteiten van alles. Ik denk dat ze op de goede weg zijn. En dan als ik naar de foto's heb gekeken, ik ben eigenlijk nooit naar Indonesië geweest. Maar als ik zie wat voor vooruitgang ze boeken, prachtig. Ik kan niet anders zeggen, prachtig. Met de opbrengsten van de bazaars worden voornamelijk sociale projecten gefinancierd. Maar ook het stimuleren van cultuuruitwisseling is een belangrijk doel. De vrouwenorganisatie van de Indonesische ambassade en het bureau van de First Lady hebben samen reeds tal van sociale projecten ondersteund. En tot zover dan het nationaal nieuws. Ik ben straks bij u terug met de internationale berichten. In november van dit jaar zullen 700 banen worden gecreëerd in de Alpart aluminiumfabriek in St. Elizabeth, Jamaica. De fabriek is door de Chinese onderneming Yiguan Iron and Steel overgenomen van de Russische firma UC Russell. De ondertekening van de koopovereenkomst vond de vorige week plaats in China. In de komende 4 jaar zal Yesco $2 miljard investeren in de aanleg van een industriële zone op Nain, St. Elizabeth, waar dan 3000 personen employ zullen vinden. De industriële zone zal bauxietmijnen, een aluminiumoxide-raffinaderij, een met kolen gestookte elektriciteitscentrale, een plaatselijk elektriciteitsnetwerk, draadrollenmolens en een scala van aluminiumproducten en andere bedrijven omvatten. Volgens de Jamaicaanse minister van Vervoer en Mijnbouw, Mike Henry, zal de eerste fase van de upgrading van de fabriek ruim $220 miljoen kosten. Henry leidde onlangs een Jamaicaanse delegatie naar China om getuige te zijn van de ondertekeningsceremonie voor de verkoop van de Alpart aluminiumoxide raffinaderij in Nain, St. Elizabeth. Hij deelde journalisten tijdens een persconferentie op zijn ministerie in Kingston mee dat de Alpart-transactie binnen de komende 3 maanden zal worden afgerond. Yesco zal 200 Chinese arbeiders aan de plant toevoegen. Henry zei dat de regering speciale werkvergunningen voor de buitenlandse werknemers op korte termijn zal uitreiken. Hij zei dat Alpart haar bestaande personeelsbestand zal behouden en voormalige werknemers van het bauxietbedrijf zullen ook weer in dienst worden genomen.
De minister benadrukte dat Chinese mijnbouwmaatschappij Jisco zich strikt moet houden aan de wetten, regels en orders van de Jamaicaanse regering met betrekking tot arbeid, gezondheid, veiligheid en milieu. Jonge katholieken mogen niet onverschillig blijven, maar moeten actief werken aan een nieuwe, rechtvaardiger mensheid. Dat heeft Paus Franciscus gezegd tijdens de slotmis op de Wereldjongerendagen in Krakau. De paus verwees niet expliciet naar terrorisme, maar zei wel dat we sterker moeten zijn dan geweld. 1,5 miljoen pelgrims verwelkomen Paus Franciscus op een veld in Krakau. In de slotmis van de Wereldjongerendagen roept die jonge gelovigen op om niet onverschillig te zijn. Non lasciatevi anestetizzare l'anima, ma puntate al traguardo dell'amore bello, che richiede anche la rinuncia e un no forte al doping del successo ad ogni costo e alla droga del pensare solo a sé. Ja, ai propri comodi. Franciscus spreekt niet over terreur. Eerder van de week zei hij nog dat de wereld in oorlog is na de aanslag op een priester in Frankrijk. Vandaag krijgen de jongeren een boodschap van verzoening. E ci invita al coraggio vero, essere più forti del male, amando tutti, persino i nemici. Een meisje dat met haar ouders de communie mag aanbrengen, krijgt een knuffel van de paus. De jongeren moeten aan een nieuwe, rechtvaardiger mensheid werken. Voi potete far crescere un'altra umanità senza aspettare che vi dicano bravi, ma cercando il bene per se stesso, contenti di conservare il cuore pulito e di lottare pacificamente per l'onestà e la giustizia. De slotmis is het einde van de Wereldjongerendagen in Polen. De volgende editie is binnen 3 jaar in Panama. Ja, en dat was het wat de Wereldjongerendagen in Polen betreft. En zoals eerder gezegd, de volgende editie is in Panama. 6 maanden na de lancering van een politiewebsite met Europa's meest gezochte criminelen zijn 14 voortvluchtigen gearresteerd. Zeker 8 van hen werden opgespoord met behulp van tips die via het online platform binnenkwamen, meldde Europol gisteren. Hulp van het publiek bleek erg nuttig te zijn en ook de media-aandacht heeft geholpen, aldus de in Den Haag gevestigde Europese politieorganisatie. Op de lijst stonden bij de start in januari 42 gezochte misdadigers en terrorismeverdachten. Dat zijn er ondanks de arrestaties inmiddels 45. Sommige van hen zijn veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. De site EUMostWanted.eu wordt bijgehouden door NFAST, een Europees politienetwerk van opsporings- en arrestatieteams uit 28 EU-lidstaten. En sport, daar hebben we tennisnieuws. Novak Djokovic versloeg zaterdagnacht de Fransman Gaël Monfils en staat daardoor in de finale van de Rogers Cup. De Servier zette Monfils in 2 sets opzij, 6-3, 6-2. In de finale treft Djokovic de Japanse tennisser Kei Nishikori, die eerder op de dag zijn pot won tegen de als tweede geplaatste Zwitser Stan Wawrinka. Novak Djokovic didn't need a spark to seal his place in the final of the Rogers Cup in Toronto. He just needed to be at his best. The world number one was taking on Gael Monfils, who had beaten home favourite Milos Raonic in the previous round. But from being the party pooper, Monfils quickly became the person who wished he hadn't turned up. The Serb has a winning record against every top 15 player in the world. It's particularly impressive against the Frenchman. Played 12, won 12. So no surprise at the 6-3, 6-2 scoreline. Just a warm embrace at the close. Stan Wawrinka looked like he needed a hug during his match against Kei Nishikori. Stan the man is renowned for his court courage. But after a set and a half against the irrepressible Japanese, he couldn't see straight.
7-6, 6-1 the final score. Nishikori looked as bright as the Toronto Sun. However, the final against Djokovic will tell us whether this was no more than a smash and grab. En Lewis Hamilton heeft vanmiddag de Grand Prix van Duitsland overtuigend gewonnen. De Brit heeft nu 217 punten. Nico Rosberg staat op de tweede plaats met een totaal van 198. En Daniel Ricciardo staat op de derde plek met 133 punten. Reigning champion overtook his teammate on the start line. Nico Rosberg wasted that pole position advantage. The Red Bull pair Daniel Ricciardo and Max Verstappen finished in second and third respectively. The F1 season now takes a break and will resume in Belgium at the end of August. Today I didn't make any mistakes, so I was really, you know, so in my heart I'm happy with what I did today. I came to do a job, and yesterday wasn't perfect, but you know, you learn from those things, and today was a real show of you know, looking at the glass half full and filling it up today. En met dit Formule 1 bericht hebben we het gehad voor wat de berichtgeving betreft. Goedenavond.